jullie gaan stoppen. Ja, helaas. Na hoeveel jaar? Na 30 jaar. Ja, dat is ontzettend lang. En tot mijn schande moet ik toegeven dat ik hier gewoon nog niet was geweest. Maar wij zijn de stad in al die jaren. Ja, het is heel triest. Maar ja. Had het maar gedaan, dan hadden we misschien nog... Gered. Gered, nou dat weet ik niet. Maar... Nee, maar dat, want na zo lange dan opeens stoppen. Jullie hebben ook een vestiging in Soest, zag ik net. Maar hoe is het gekomen dat jullie gaan stoppen? Heeft het wat te maken met de huidige crisis of is het een ander verhaal? Dat is wel de nekslag geweest, maar het liep al gewoon veel minder. Heel veel bedrijven die we hadden, grote bedrijven die dan of stopten of ook een eigen repro hadden. En dat is natuurlijk een probleem met heel veel bedrijven. Hè? Die hebben vaak zelf een repro tegenwoordig. Ja, zeker de grote. Ja, online, hè? Ja. Online. Ja. Verbaasd van wat mensen altijd nog printen. En iedereen zegt, oh, we zijn zo blij met jullie. Ja. Oh, en dan komen er 1-2 printjes en zo. Ja. Die vallen nu weg. Ja, nou, maar het is wel. En hoe is het met jullie? Want jullie verliezen allebei je baan? Of, ja, we zijn met z'n drieën. Hè? Met z'n drieën. En wij verliezen allemaal onze baan. Ja. Dus als er nog iemand deze token over wil nemen, dan. Ja, want hoe is dit? Dit was vroeger het pand van Midaverne. Ja. En dat heeft hier ook heel lang in gezeten. Ja. Maar het is echt best wel een grote ruimte. Hoe heet deze straat nou ook alweer? Domper Schuitvlot, ja. Maar het is echt een flinke ruimte. En die komt dan gewoon weer in de verhuur, denk ik. Ja, ja, dat mag ik aannemen. Ja. Ja. Ja, maar jullie, want hoe lang hebben jullie hier zelf gewerkt? Want jij was er bijna vanaf het begin bij, zei je net. Ja, 27 jaar. Ja, dat is echt ontzettend lang. En jij? Een andere collega die werkt hier 18 jaar en ik zelf 10 jaar. Ja, dat zijn toch echt, dat is echt enorm lang. Dus het zal wel even een traantje pinken. Nou, ja. Maar jullie hadden grote diversiteit aan klanten. Ik hoorde het van iemand uit de horeca. Heel veel kerkblaadjes bijvoorbeeld. Of verenigingen eigenlijk die hier waren. Maar die zijn ook gaan digitaliseren. Dus ook die heb je steeds minder. Nou, ik zag net ook bijvoorbeeld een dame. Die dan een feel good blaadje voor senioren Middelburg. Ja, dat soort, dat heb je dan nog wel. Ja. Die komen dan wel veel. Maar ja, het is niet genoeg. Nee. Ondanks veel mond-op-mond reclame. Ja, iedereen zegt het voort. En iedereen is hartstikke tevreden over ons. Of was hartstikke tevreden over ons. Ja, dan is het... Het is gewoon zuur. Het is gewoon heel zuur. Ja. Dan wens ik jullie gewoon heel veel sterkte met wat er komt in de toekomst. En, dankjewel. Zoeken jullie werk nog? Kunnen mensen jullie benaderen of is dat verkeerde acquisitie? Ja? Ik hoef nog maar 2 jaar, dus... Mag. Ja, maar je bent een zeer ervaren kracht, heet dat dan. Ja. Hoe heten jullie eigenlijk? Want dat heb ik nog niet eens gevraagd. Ik ben Joke. Dag Joke. Petra. Dag Petra. Nou ja, alsnog aangenaam. Het is eigenlijk heel raar om nu kennis te maken, maar wie weet waar het nog goed voor is. Ik dank jullie wel voor je tijd en sterkte voor de komende tijd. Ja, dankjewel.